Moet de trein ook altijd links inhalen. Ik sta vandaag op station Zwolle, samen met Halt. Want ik ben vandaag conducteur, of conductrice natuurlijk. Ja. Ja. Weet natuurlijk wel een beetje wat het inhoudt. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga je leren vandaag de vertrekprocedure, de sleutelen, hè? De omroep mag je gaan plaatsen en de controle van de kaartjes en eventueel een serviceronde, dus wat ook heel belangrijk is. Ik heb er helemaal zin in. Maar daar komt hij denk ik, of niet? Ja, dat is hem. Deze wordt nu gecombineerd. De conducteur die hierop zit, vertelt mij wat er aan de hand is met die trein. Nou, en dan neem ik deze trein over. Ik ga nu even een portotest doen, zodat wij weten dat wij contact hebben, dat wij weten... Ja. En ook hond erbij. Ja. Nou, dan zie je dat we over 2 minuten gaan vertrekken. Daar zie je daar een lampje branden. Dat betekent dat we veilig hebben. We hebben nu de tijd, dus ik ga nu fluiten. En dan gaan we vertrekken. Nou, instappen. Er stapt niemand erin. Dit is een heel belangrijk punt. Wat doen we dan nu in? Tweede kijkmoment. Tweede kijkmoment. Echt naar buiten stappen. Kijken of alle deuren goed dicht gaan, dat er niks tussen zit. Of dat er nog één gouden trap komt lopen en mee wil. Nou, we kunnen. Alles veilig. Hoppa. Een hele goede morgen, dames en heren. Hartelijk welkom op deze Intercity richting Lelystad Centrum. Ik wens u mede namens de machinist nog een hele fijne reis. Nou, dat je is hebt ook een hele vriendelijke stem. Dankjewel, dat hoor ik vaker. Dus wij vinden het ook heel leuk om te roepen. Ja, ik zag het aan je. Je hebt natuurlijk best wel veel gehoord over geweld tegen conducteuren. Ja. En, heb je het zelf ooit meegemaakt? Ja, helaas aan verkeer. Ik heb wat dat betreft gelukkig behoorlijk gevoelsprieten van oké, tot hier en niet verder. Ja. En dan kijk ik rustig even door mijn trein rond, sluit ik me op, want ik weet dat hij agressief is. Dan ga ik bellen, de veiligheidscentrale. Maar het blijft er vanaf, als ik nu verder ga, dan escaleert het. En hun hebben geweldbevoegdheden, hebben wij niet. Dan kan ik in ieder geval met mijn trein verder. Die mensen moeten verderop allemaal de aansluiting halen. Voor die ene vind ik dat niet echt noodzakelijk. Zo direct ga ik dus door de trein heen. Dan ga ik de controle ronde doen en dan met de railpocket kan ik de kaarten uitlezen. Nou, helemaal in orde is het. Ja, dik in orde. Nou, dan stappen wij naar binnen. En als er nou nog een aankomt, dan ga ik ervoor staan. Maar ik mag hem niet hinderen. Dus als je toch doorloopt, moet ik opzij stappen. Oh, echt? Ja. Goed om te weten. Aan de kant. Goedemorgen dames en heren. Over enkele ogenblikken komen wij aan bij het station Almere Centrum. Vergeet de spullen niet en nog een hele fijne dag. Doei! Ik weet helemaal te vertellen dat u de Lelystad Centrum kan overstappen op Leiden Centraal met als eindbestemming Den Haag. Ja, goed. Spannend, hè? Ja. Dat is zo'n leuke reactie van jou. Elke aspirant heeft die reactie. Vervoersbewijs. Oh. Je mag het voor de dames bijhouden. Oh. Ja. Nou, geweldig. U bent geslaagd. Kijk eens, alsjeblieft. Fijne reis, hè? Goedemorgen. Uw vervoerswijze alsjeblieft. Alsjeblieft, lekker verder slapen. Sorry voor het wakker maken. Op jouw bord staat natuurlijk ook gastheer. Ja. Wat houdt dat precies in? Want je bent conducteur, toch? Ja, wij willen meer de gastheerschap aanbieden om te trekken. Niet schrikken hoor. Ja, nee, ziet er goed uit, verder niks aan de hand hoor. Mijn volgende vraag is of u nog vragen heeft over uw eindbestemming. Ik ga het niet controleren. Oké, nee, maar dit doen wij dus wel vaker. Dit is wel de bedoeling. Dus dat wij meer zo door de treinen gaan. En, is dit de eerste keer dat je het ziet? Was het net een oproep, hè? Ja. Nou, kijk eens. Mensen, goede reis allemaal ook, hè? Dank je wel. Mensen, op vakantie allemaal. Fijne vakantie allemaal. Nou, als conducteur moet je natuurlijk tegen onregelmatige werktijd kunnen. Ja. En verder natuurlijk ook een stukje veiligheid. Jullie lossen ook conflicten op. Ja, dat klopt. En natuurlijk gastheerschap. Ja. Nou, ik denk dat jij een heel goed voorbeeld bent. Dank je. Ja, ja, dat is leuk. Dames en heren, dit is station Den Haag Centraal, eindpunt van deze trein. Ik wens iedereen een hele fijne dag, mede namens de machinist en ook alvast een heel goed weekend. Hoppakee. Hoppakee. Zo doen we dat. Ja, zo doen we dat.